Ja, dat is een hele bijzondere dag geweest. Want uh, het was eigenlijk onmogelijk dat je als privérijder met een productieracer de TT kon winnen. Je had toen verschillende wereldkampioenen, uh, Barry Sheen en Giacomo Agostini. En, uh, ja, dat waren jongens die wel uh, wisten hoe je op een 500cc rond moest rijden met fabrieksmotoren. En daar kwam nog een keer bij dat ik in die week ook nog ziek werd. De donderdag was de hele dag op bed. In het Posteljon uh, in Paterswolde, omdat ik ziek was. En uh, de volgende ochtend, vrijdagochtend, ben ik aan het ontbijten. En dan komt Barry Sheen, de wereldkampioen 500cc, naar mijn ontbijttafeltje. Hij zegt, Wil, waar was je gisteren? Ik leg hem uit wat er aan de hand was. Uh, Hopeloze buikvirus, griep enzovoort. Ik zal niet in details treden. Maar daarmee had ik absoluut niet de mogelijkheid om uh, gezond op een motorfiets te stappen. En toen zei Barry tegen me, joh, dat heb ik ook wel eens. Hij ging terug naar zijn ontbijttafeltje waar zijn vrouw Stephanie zat. En Stephanie die ging naar de kamer en die haalde een drankje voor mij. Hij zei, als je dit inneemt, dan uh, gaat het een stuk beter. Inderdaad, ik heb dat drankje ingenomen, mijn voedsel bleef erin. Ik voelde me beter en kon daardoor de trainingen op vrijdag toch nog rijden. Om een, een uh, trainingstijd neer te zetten, een dertiende tijd. Dat betekent dat ik mee mocht doen, de zaterdag. En dan had ik ook nog een speciaal startprotocol om een hele snelle start te creëren. Dat had ik in de loop der jaren heel goed geoefend en volgehouden. Ik had de mogelijkheid om in drie stappen deze 500cc-machine aan te duwen. Daardoor als raketstart snel weg te kunnen zijn. Maar ik was zo zwak. Ik denk, dat wordt niks. Laat ik maar voor uh, ja, geen risico kiezen en vijf stappen doen. En het laatste moment, toen de starter al met de vlag omhoog en zijn hand... Vijf seconden betekende dat, want toen had je nog geen lichten, maar het was een vlag en een man en die telde in vijf seconden. En op het laatste moment toen hij dit deed, toen dacht ik: Ik doe het in drie stappen. En als hij het niet in één keer doet, val ik. Weet ik nog tot ik dat dacht. Maar dan maar vallen, maar ik probeer het in drie om als eerste weg te komen. Het lukte, de start ging fantastisch. Juiste hoeveelheid gas, choke, koppeling, toerental. Ik schiet door het hele veld heen en bij de S-bocht lig ik op kop als eerste. En ik was helemaal niet meer ziek. Oftewel, Adrenaline is het beste medicijn wat er is. En nou ja, het lukt. Ik weet weg te rijden bij het peloton... totdat er een meneer, Christian Estrosi met nummer 13, mij achterop komt. En die was bij dat peloton weggereden. En ik denk, nou, wat hij kan, dat ken ik ook. Hij ging mij voorbij maar hij trok me wel mee en zodoende gingen we nog verder bij het peloton weg totdat vier rondjes voor het eind Christian Estrosi in de Geert Timmerbochtier eraf viel en toen lag ik op kop. Ik weet nog dat ik me tegen mezelf zat te schelden van hou je kop erbij. Maar ja, toen was ik er. En over de Finas zien de mensen op de baan komen lang uit op het asfalt. En die kussen het asfalt. Ze springen in het water bij de Maatdijk en de Ossebroeken. En de hele hoofdtribune zingt uh, hij heeft gewonnen die zilvervloot. En ja, als je daar dan terugdenkt, dat is heel emotioneel. En fantastisch om dat een keer mee te mogen maken. En voor mijn leven lang een onvergetelijke dag geweest. En daardoor zal ik altijd blijven zeggen: 25 juni 1977, de mooiste dag van mijn leven.